Ik zal er alles aan doen om alle zaken langs goede banen te leiden en te komen tot normalisatie van het onderwijsproces. Woorden van een vermoeide en duidelijk geïrriteerde onderwijsminister Robert Peneu. Hij hield vandaag een spoedpersconferentie over de staking van de leerkrachten verbonden aan de Bond van Leraren en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname. De minister snapt nog steeds niet wat het probleem is van vakbondsleider Wilco Valies en beschuldigt hem van destabilisatie van het gehele onderwijsproces. De minister heeft daarom ook op de spoedconferentie een hartstochtelijke oproep gedaan richting de leerkrachten om maandag het werk te hervatten. Ik ben nu bezig om te kijken welke andere mogelijkheden er zijn om samen met de regering, de heer Valies, duidelijk uit te leggen eventueel de minpunten die hij heeft vanuit zijn inzichten over herwaardering. En ik wil de leerkrachten de nadruk opleggen. Onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Elke dag dat wij langer onderwijs ontberen, betekent uiteindelijk dat we het recht van het kind op onderwijs ontnemen. En ik doe althans een beroep op alle leerkrachten om maandag om 7:30 op school aan te melden. En in de tussentijd zal ik alles doen in dit weekend om zaken tot normalisatie te brengen. Peneu zegt verder dat hij nog geen contact heeft gehad met assembleevoorzitter Jennifer Geerling-Simons over het gesprek dat ze gisteren heeft gehad met de BVL. En als de bewindsman zegt altijd in dialoog te willen, maar Valies blijkbaar niet. Ieder mens heeft een eigen patroon en karakter, toch? En ik denk dat men mij moet beoordelen overal in het leidinggeven van het ministerie. En we hebben altijd geprobeerd tactvol met de heer Valies te praten. Wanneer meneer Valies zegt dat ik ben een briesende leeuw, dan is hij een gillende leeuw. Toch? Dus ik denk dat het beide te maken heeft met karakter. Maar ik ben een man voor dialoog, maar dialoog kan je alleen hebben wanneer twee partijen elkaar kunnen vinden. Maar ik denk niet dat het de bedoeling is dat je voor de minister wil komen opleggen wat er moet gebeuren bij de aanstelling van schoolleiders en het mutatiebeleid. Aldus de minister Robert Peneu van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De minister heeft op een spoedpersconferentie de leerkrachten hartstochtelijk opgeroepen maandag het werk te hervatten. BVL en als voorzitter Wilco Valies heeft echter vandaag aangekondigd dat de leerkrachten zich maandag om 8:00 moeten aanmelden in het stakingscentrum in Theater Uniek.